als je zo de overblijfselen van een mens vindt, dan zie je dat alleen de botten overblijven, de harde gedeelten en de kiezen, tanden natuurlijk. En je kunt zelfs de handen nog zien liggen. Welkom bij de 2.1 Biocast voor de TL en die gaat over botten. Je gaat weer een aantal dingen leren. Je gaat leren de botten van het skelet te benoemen, de vier taken van het skelet te noemen en je moet de vorm en de functie van de ruggengraat kunnen noemen. Je moet kunnen vertellen hoe bot en kraakbeen is opgebouwd en de overeenkomstige delen van het skelet van de gewervelde herkennen. Hier zie je een stuk van een mens en de botten zijn daar wat schematisch getekend met de schedel, de borstkas, een wervel en het bekken. Maar dat zijn niet alle botten. Dit zijn alle botten en daar moet je de namen van kennen. Die gaan we niet in deze biocast oefenen. Daarvoor kun je naar bioplek.org, de inhoud van de onderbouw. En dan zoek je het geraamte. En daar kun je net zo lang oefenen tot je ze kent. We kijken wel even naar de ruggengraat, de wervelkolom. En die bestaat uit verschillende wervels met daartussen tussenwervelschijven. En hier zie je de 6 halswervels. Hier heb je de 12 borstwervels, waar ook dus die ribben aan zitten. De 5 lendenwervels. En dan krijg je hier een groot bot, het heiligbeen. En eigenlijk zijn het een aantal wervels die aan elkaar gegroeid zijn. En hier nog het staartbeen. Als je kijkt naar je hand en je voet, zie je dat die er heel verschillend uitzien. Maar als je beter kijkt, zie je ook overeenkomsten. Je hebt dus 3 vingerkootjes en ook 3 teenkootjes. Behalve bij je duim en je grote teen, daar heb je maar 2 kootjes. Dan zitten daaronder de middenhandsbeentjes of de middenvoetsbeentjes. En helemaal onderop zie je de handwortelbeentjes en de voetwortelbeentjes. Dus, hoewel ze best wel verschillend zijn, zeker als je kijkt met het vel er nog overheen, zie je aan het bouwplan dat hij toch wel heel veel hetzelfde is. Hier zie je de borstkas met kraakbeen, een borstbeen, de ribben, de wervelkolom. En dat is wel een mooi punt om te vertellen over de 4 functies van het skelet. 1 is bescherming. Want de organen in je lichaam zitten goed beschermd door je skelet. Ze geven ook de vorm aan je lichaam. Ze maken beweging mogelijk. En als laatste geven ze je lichaam stevigheid. Zo'n bot, dat been, bestaat eigenlijk uit 2 componenten, 2 onderdelen. Die bestaat uit lijmstof en kalk. En het bovenste plaatje, die is in het zuur gelegd en daar is de kalk opgelost. En dan blijft een heel flexibel beenbot over. Die onderste, daar is alle lijmstof uitgehaald. En dan, die is verbrand en dan blijft alleen de kalk over. Dan heb je een heel stevig bot, die niet kan buigen, maar die wel heel makkelijk breekt. Toen je jong was, had je heel veel van die lijmstof in je botten. Nu je wat ouder bent, is er al heel wat weg. En naarmate je ouder wordt, verdwijnt er steeds meer lijmstof. En is het aandeel van de kalk steeds groter. En dat zorgt ervoor dat oudere mensen zo snel hun rug kunnen breken. Of hun benen breken, hun bekken. Die botten zijn heel broos geworden. Ze kunnen weinig buigen. Hier kijk je nog een keer naar de wervelkolom en de schedel. En kijk eens naar de vorm. Dat is een dubbele S-vorm. En die dubbele S-vorm zorgt ervoor dat je rug wel stevig is. Je kan rechtop staan, maar hij kan ook inveren, zodat je hoofd niet al die klappen opvangt. En hier zie je een bot. Dat kleine stukje dat doorgesneden is, gaan we beter bekijken. En je ziet dat in het beenweefsel gaten zijn waar de bloedvaten doorstromen en de zenuwen doorlopen. En hier zie je de beencellen. En daaromheen zit de kalk.
Als je hem nog verder vergroot, dan zie je hier hoe die beencellen eruit zien. Door een microscoop ziet het er zo uit, met hier de kalk en hier in kringetjes die beencellen om die cirkels waar de bloedvaten doorlopen heen. Kraakbeen heeft veel lijmstof, hier en hier de cellen. En dan zijn we bijna aan het eind. We gaan nog even kijken naar het bouwplan van de verschillende gewervelden. Van de zoogdieren, de vogels, de reptielen, de amfibieën en de vissen. En die hebben twee dingen gemeenschappelijk. Ze hebben een schedel en ze hebben een wervelkolom. En met die overeenkomst zijn we aan het einde gekomen van de 2.1 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.